Het is je in deze tijd moeilijk voor te stellen, maar er is een tijd geweest dat je rechtop uit moest om een filmpje te kunnen kijken. Op 22 oktober 1989 stapte de 11-jarige Jacob Wetherling samen met zijn jonge broertje en zijn beste vriend op de fiets om een film te huren bij de dichtstbijzijnde videotheek. De fietstocht gaat dwars door de weilanden heen en omdat de wegen onverlicht zijn, is het pikken donker buiten. Op de terugweg naar huis stapt er ineens een figuur uit de duisternis en hij stapt dreigend op de jongens af met een wapen. Twee van de drie jongens weten te ontkomen, maar Jacob Wetherling verdwijnt spoorloos. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Jongens, het is gebeurd. Ik ben afgelopen weekend 33 jaar oud geworden. Er hoort natuurlijk wel een feestelijke puntmuts bij, hè? Dat snap je wel. Ah, oeh. Jullie zien hem niet eens, zo hoog dat hij is. Oh, nou ja, weet je, laat maar zitten ook. Ik ben gewoon 33 geworden. Waar zijn deze 33 jaar gebleven? Ik vind het nogal wat. 33, daar is ze dan. Ik ben geboren in 1990. De zaak die zich vandaag afspeelt komt uit 1989. Mijn moeder was op dat punt zwanger van mij. Het is helemaal niet belangrijk om te benoemen. Maar ik kan me 1989 dus niet meer goed herinneren, want ik was er nog niet. Het gaat erom dat ik wel een moment heb meegekregen van de videotheken, de jaren 90, alles wat die tijd had. Dat heb ik wel zo'n beetje meegemaakt in mijn jongere jaren. Ik ga jullie straks natuurlijk alles over deze zaak van Jacob Wetherling vertellen. Natuurlijk is het weer tijd voor de shout-out van deze week. Als jij een comment plaatst onder hashtag S-onder die, dan weet ik dat je genoemd wil worden. Dus dat kun je altijd blijven doen. Deze week is de shout-out voor Mela Borgold. Ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik vind tussen het leren voor mijn examens door even een halve aflevering kijken. En als ik klaar ben, de rest echt een aanrader. Ik vind de manier waarop jij alles vertelt heel fijn, omdat je alles goed uitlegt met een hele fijne stem en daarnaast ook nog even je eigen mening geeft. Ik ben heel blij dat ik jouw video's gevonden heb. Dankjewel, Myla, Mela. Super bedankt voor je support. Heel lief. En succes met jullie examens trouwens. Ik weet niet of ze al geweest zijn, of ze nog moeten komen, maar hoe dan ook. Ik hoop dat jullie met vlag en wimpel slagen. Is dat nou niet het geval? Niet getreurd. Uiteindelijk ligt je hele leven nog voor je. Je gaat het vroeg of laat wel redden. De zaak van Jacob Wetherling. Ik moet jullie vooraf waarschuwen. Het is een hele heftige zaak. Er komen onderwerpen in voor zoals misbruik. Jullie moeten even lip lezen, want nou ja, ik moet het woord namelijk even wegmuten. Het gaat erbij om jonge mensen. Een vreselijk verhaal. Eentje waar de uitkomst nog niet zo heel lang geleden naar voren is gekomen. De dader is bekend. Dat wat er met het slachtoffer is gebeurd, is ook bekend. Tot in elk detail zelfs. Die details kan ik trouwens hier op YouTube niet benoemen, maar dat kan ik wel doen in mijn podcast genaamd Moordkast. Dit doe ik samen met mijn broer. Kun je de ongecensureerde versie even luisteren. En dat is exclusief te beluisteren op de app Podimo. Jongens, dit is de Dionne van in de toekomst. Ik heb namelijk een hele bijzondere mededeling voor jullie, want de zaak van vorige week, de zaak Charlene, is nu voor iedereen openbaar te beluisteren op Spotify. Er is een uitzondering gemaakt voor één keer om die voor iedereen luisterbaar te zetten. Ga daarvoor naar het linkje onder in de beschrijving om de zaak Charlene in Moordkast te beluisteren. En ben je nou geïnteresseerd in meer van Moordkast? Nieuwe leden van Podimo krijgen nu 2 maanden gratis in plaats van 1 maand gratis. Deze actie loopt tot en met zondag, dus wees er snel bij. En beluister natuurlijk de zaak Charlene van Moordkast openbaar op Spotify. Terug naar de zaak van Jacob Wetherling. Het gaat dus om een heel heftig verhaal. Eigenlijk elk verhaal die ik bespreek is ontzettend heftig. Dus als je onder de 12 jaar oud bent, klik deze video dan weg. En kun je niet tegen onderwerpen zoals geweld, moord, een gedeelte veel misbruik, zorg ervoor dat je deze video zo snel mogelijk wegklikt. Daarbij is het niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in dit verhaal te praten. En alle informatie die ik gevonden heb aan jullie geef, is informatie die ik gevonden heb op het internet. Ik heb het slechts gebundeld tot 1 verhaal voor jullie. Ik ga maar heel snel beginnen, want mijn stem begint nu al te kraken. Hè? Wat slaat het nou weer op? Ik moet een beetje warm worden, denk ik. Dit is het verhaal van Jacob Wetherling over zijn verdwijning, over zijn moord en de dader. We gaan heel snel beginnen. Jacob Wetherling wordt geboren op 17 februari van het jaar 1978 en zijn hele naam is Jacob Irwin Wetherling.
Hij is opgegroeid in een plaatsje genaamd St. Joseph. Het is een hele kleine community. En dat ligt in de staat Minnesota. In de Verenigde Staten dus. Jacob is één van de vier kinderen van Paddy en Jerry Wetterling. Dat zijn zijn ouders. Hij heeft een oudere zus genaamd Amy, een jonger zusje, haar naam is Carmen, en een jonger broertje en zijn naam is Trevor. En met Trevor heeft hij een hele speciale band. Zij schelen maar 1 jaar met elkaar en dan kun je voorstellen dat je als broers ongelooflijk goed met elkaar omgaat, want je hebt een beetje dezelfde interesses, de vrienden van om en nabij dezelfde leeftijd. Je zit echt in diezelfde levensfase. Die twee broertjes, Jacob en Trevor, zijn dan ook heel erg close. Ze doen bijna alles samen en zijn ja, echt onafscheidelijk eigenlijk. Dat geldt trouwens voor de hele familie. Die hebben gewoon een hele goede band met elkaar. Het is ook best een groot gezin, hè? 4 kinderen, dat is niet niks. 2 jongens, 2 meiden. Lekker gezellig, mooie balans. Maar iedereen gaat gewoon goed met elkaar om. Nou, die ouders hebben ook prima banen. Vader Jerry is een chiropractor. Volgens mij had hij ook zijn eigen praktijk. Moeder Paddy is een wiskundelerares en is vooral heel veel thuis om voor de kindjes te zorgen. Jacob en eigenlijk alle kinderen binnen het gezin hebben zo een hele gelukkige en fijne kindertijd. De woonplek van het gezin Wetterling is dus St. Joseph. Ik zei het al, het is een hele kleine community, het is een klein stadje in de staat Minnesota. Er wonen op het punt dat deze zaak zich afspeelt zo'n 7000 inwoners. Dat is natuurlijk behoorlijk klein. En het gezin woont een beetje aan de rand van dit stadje. Om een beetje een beeld te geven van deze omgeving, er zijn behoorlijk wat maïsvelden, bomen, bossen, uitgestrekte gebieden en vooral veel onverharde en zanderige weggetjes. De huizen binnen dat buitengebied liggen ook best wel ver van elkaar vandaan. Hè? De buren, nou ja, het zou zomaar kunnen dat je die niet eens ziet. Maar de kinderen rijden er vooral veel rond op de fiets. Ze spelen natuurlijk ook veel buiten. Daar leent deze omgeving zich ook perfect voor. En er gebeurt eigenlijk ook nooit wat in St. Joseph. Het is er rustig, het is er kalm. Het straalt ook echt rust uit als je die beelden ziet. En het lijkt gewoon een veilige en prettige omgeving te zijn om je kinderen in te laten opgroeien. Even over Jacob. Het is echt een schat van een kind. Hè? Als je de homevideo's, de foto's ziet. Hij is in die tijd dat de zaak zich afspeelt 11 jaar oud. Hij is een echte American football fan. Zijn hobby is ook American football kaarten verzamelen. Ik denk dat dat een ding was. In mijn tijd waren het Pokémon kaarten. Ik kan me dan zo voorstellen dat je helden erop staan. Hè? En dat je gaat ruilen met elkaar totdat je helemaal compleet bent. Het is ook zijn grote droom om later een professionele American football player te worden. Hij is ook heel erg sportief. Hij speelt al hockey en basketbal. Maar American football kijken, dat is toch echt wel zijn favoriete bezigheid. I'm 12 and 5 feet tall. My whole name is Jacob Irvin Wetterling. My favorite food is steak. My favorite color is blue. My best friend is... Verder is hij ook vaak met zijn vriendjes en met zijn broertje. En eigenlijk is het vooral een hele normale, lieve jongen. Het ziet er naar uit, als ik de beelden bekijk, dat iedereen dol is op Jacob. En andersom. We gaan even naar de bewuste dag. Het is 22 oktober 1989. Dit valt op een zondag. En de dag begint eigenlijk heel normaal. Gewoon zoals elke dag. Die dag gaat Jacob samen met zijn vader Jerry vissen. Dat deden ze ook vaker. Het is echt gewoon een vader-zoon bindingsmomentje, gezellig samen aan het water, een hengeltje, een dobbertje. Ja, ik deed het vroeger ook met mijn vader en met mijn broer. En ik vond het echt fantastisch, behalve als ik beet had, want zo'n glibberige vis eraf halen, dat was dan weer niet mijn ding. Dat mocht mijn vader dan lekker doen. En ik vond het vaak ook weer eens hartstikke zielig. Maar goed, het was wel gewoon heel gezellig met mijn bamboehengeltje. Na het vissen komen Jacob en zijn vader thuis, want het is tijd voor een American voetbalwedstrijd. In de avond hebben de ouders Paddy en Jerry plannen. Ze gaan namelijk uit dineren bij vrienden. Dus nadat die wedstrijd voorbij is, gaan ze dus onderweg naar die vrienden. En een deel van de kinderen blijft thuis. Het is de 8-jarige Carmen, de 10-jarige Trevor en natuurlijk de 11-jarige Jacob. Ik kon eventjes niet vinden hoe oud Amy was, hè? De oudste binnen het gezin. Maar zij was in ieder geval die avond niet thuis. Die was namelijk bij een vriendin. Nu vind ik het niet gek dat de oudste die thuis is op dat moment 11 jaar oud is. Want toen mijn broer 11 was, ik was toen 8 à 9. Een beetje hetzelfde leeftijdsverschil als Carmen en Jacob natuurlijk.
Ja, toen paste mijn broer ook al op mij. Dan ging mijn moeder naar aerobics. Zo ging dat bij ons ook. Er komt nog een vriendje langs van Jacob. Dat is eveneens een 11-jarige jongen genaamd Aaron Larson. En dat is echt dé beste vriend van Jacob. Ook zij zijn ontzettend close. Dus op dat punt zijn er 4 kinderen. De 3 jongens Jacob, Aaron, Trevor en het jongere zusje Carmen. Destijds waren mobiele telefoons nog helemaal geen ding. Dat kwam zo'n beetje 10 jaar later pas. Dus het was toen heel normaal om elkaar te contacten via de huistelefoon, hè, met de vaste lijn. Ik denk dat maar weinig mensen tegenwoordig nog een vaste lijn hebben. Maar ja, ook dit, hè. Er zullen vast veel kijkers zijn die dat nog hebben gehad. Moeder Paddy laat in ieder geval het nummer achter van de vrienden, het huis waar ze heen gaan. Zodat ze in ieder geval te bereiken zijn op het moment dat er iets aan de hand is. Of ze willen iets vragen, wat dan ook, dan kunnen ze naar dat nummer bellen. En dat is het huisnummer van de vrienden waar ze naartoe gaan. Die ouders zouden het ook absoluut niet laat gaan maken die avond. Daarnaast zaten ze maar 20 minuutjes verderop. Dus, je kent het wel, hè. Ze zijn gewoon lekker aan het ravotten samen. Maar op een gegeven moment slaat toch wel een beetje de verveling toe. En de jongens hebben zin in een film. In die tijd had je videobandjes, videotheken waar je dan je bandjes ging ophalen voor een klein bedrag. Huurde je dan een film en dan moest je die uiteindelijk op tijd weer inleveren, anders kreeg je een boete. Het was een soort bibliotheek, maar dan een videotheek. Ik vond dit dus een heerlijke tijd. He, dan ging je er echt even op uit om een filmpje te halen. Dan kocht je er een zakje M&M's bij. Dan ging je naar huis, dan ging je er ook echt voor zitten. He, want je hebt voor die film betaald en je gaat hem aandachtig bekijken, ook al vind je hem slecht. Je doet je best om hem leuk te vinden. Dat heb ik altijd gehad. Vaak keek je die films ook gewoon 2 keer, hè, voordat je hem inleverde. Dat je echt alles uit je geld had gehaald. Maar goed, het is rond 9 uur 's avonds als die jongens eigenlijk heel graag een film willen huren. Het begint een beetje te kriebelen van, nou, dat zouden we toch wel leuk vinden. Maar goed, daar moeten ze toestemming voor hebben van hun ouders. Die kinderen hadden trouwens de volgende dag geen school, want er vond een docentenvergadering plaats. Dus de maandag erop viel uit. Dus het was een soort weekenddag op de zondagavond. Dus ze konden het wat later maken dan normaal. Maar goed, Jacob die belt zijn moeder Paddy op met dat huisnummer wat hij van haar heeft gekregen. Hij krijgt zijn moeder aan de telefoon en hij vraagt: zouden wij met z'n drieën op de fiets naar de videotheek mogen om een filmpje te huren? De videotheek waar ze trouwens heen willen, dat heet de Tom Thumb. De Tomduim, vertaald naar het Nederlands. Het is blijkbaar een soort keten. Een soort supermarktketen waar je ook video's kunt huren. Heel Amerikaans, fantastisch. En het is ongeveer een kwartiertje fietsen vanaf het huis van de Wetterlings. Dit stukje hebben ze trouwens al 100 keren gefietst. Bekend terrein, hè? De videotheken komen ze wel vaker. Dus ze kennen de weg ook gewoon ontzettend goed. Maar het is op dit moment echt pikken donker buiten. En het jonge zusje, de 8-jarige Carmen, zou dan alleen achterblijven als de jongens weg zouden gaan. Dus ja, die moeder vindt het gewoon geen goed idee. Dus Paddy zegt in eerste instantie, nee, gaan we niet doen. Maar goed, hè, dat deden wij vroeger ook altijd. Van, zou ik dan pa even aan de lijn mogen? Hè, om toch even te kijken of het van hem wel mag. Dus Paddy zegt, oké, hier is je vader. En ze krijgen vader Jerry aan de lijn. Pa was in ieder geval wel over te halen. Wel op 1 voorwaarde. En dat is dat de jongens allemaal een zaklamp zouden meenemen en van die reflectiehesjes aan zouden doen. Want die wegen, die waren niet verlicht. Het was pikken donker buiten. Zo donker dat een auto ze wellicht niet zouden zien en ze wel eens omver zouden kunnen rijden. Het is echt een afgelegen stuk wat ze met die fiets moeten afleggen. Je moet er niet aan denken dat dat gebeurt. Het verkeer is dan behoorlijk gevaarlijk. Carmen, de 8-jarige Carmen, is dan natuurlijk nog wel thuis. Maar daar is ook een oplossing voor verzonnen. Er is een 14-jarig buurmeisje die wel even wilde oppassen. Die komt even langs en dan vertrekken de jongens op hun fiets naar de Tom Thumb. Dit doen ze ook netjes volgens alle restricties die vader had opgelegd. Dus met een zaklamp, met het reflectiehesje aan. Ja, gaan ze onderweg naar die videotheek. En op de heenweg gaat alles goed. Die jongens kletsen wat, horen nog op een gegeven moment langs de weg wel wat ritselen in de bosjes, langs het hoge gras. Maar daar besteden ze niet al te veel aandacht aan. Ze fietsen gewoon door, gebeurt verder ook niks. Maar creepy is het natuurlijk wel. He? Zo in het pikken donker, als je wat hoort ritselen in het struikgewas, in het hoge gras, langs zo'n afgelegen landweggetje. Ik zou de kriebels krijgen.
Ze komen dan uiteindelijk aan bij de Tomfamp, de videotheek. En ze kiezen een film uit, ook super nostalgisch. Ze kiezen de film genaamd The Naked Gun. Het is een film uit 1988, het eerste deel. Nou, dat was natuurlijk helemaal het. Dat gaat over een mislukte detective. Het is een comedy. Ik weet nog dat mijn ouders het hierover hadden. Dit was totaal niet mijn genre, maar ik kan me nog heel goed herinneren dat andere mensen hier helemaal fan van waren. Die jongens kopen dan ook wat snacks en ze vervolgen hun weg terug naar huis op de fiets door de duisternis heen. Ze rijden opnieuw langs de verlaten donkere weggetjes met allemaal boerenvelden ernaast. Het is onverlicht. Nogmaals, het was zo donker. Het blijft gewoon best wel een eng geheel. Ik heb wat foto's gezien van de plek en van de wegen die ze moesten afleggen. Maar ik snap wel dat moeder Paddy in eerste instantie nee heeft gezegd. En dat het donker werd, dat best wel een ding was. Van, dan gaan we niet meer naar buiten. Dat doen jullie niet alleen. Maar goed, ze fietsen, ze kletsen, ze stappen af en toe eens af. En dan wandelen ze een stukje. En op 2/3 van de route naar huis gebeurt er iets verschrikkelijks. Het is inmiddels iets voor 9:30 in de avond. Ze rijden op dat punt langs een afgelegen lange grindweg. En dan, uit het niets, vanuit de duisternis, komt er ineens een man op hun aflopen. En het is al snel duidelijk dat hij dat niet doet met de beste bedoelingen. Hij is helemaal in zwart gekleed. Hij draagt ook iets over het hoofd. Het lijkt op een masker. En hij draagt ook een pistool in zijn hand. De man dwingt de jongens al snel om hun fietsen in de berm te leggen. En vervolgens moeten de jongens in de greppel in het gras gaan liggen met hun gezicht richting het asfalt. De beste vriend van Jacob, Aaron, denkt op dat punt dat het een of andere prank is van een tiener. Hè, die, ik snap ook wel dat er van alles door je heen gaat. En dat misschien een van de eerste dingen is die je denkt. Je denkt, ja, dit is een grap, dit kan niet echt zijn. De man vraagt de jongens één voor één hoe oud ze zijn. En het broertje van Jacob, Trevor, antwoordt als eerste dat hij 10 jaar oud is. De man zegt Trevor op dat punt dat hij richting het bos moet rennen en dat hij niet achterom mag kijken. Als hij dat wel doet, dan zal hij hem neerschieten. Dus je kunt je voorstellen dat alle drie de jongens op dit punt doods en doodsangst hebben uitgestaan. Dus de 10-jarige Trevor, moet je nagenoeg jong ook, zet het hem op een lopen richting het bos. Vervolgens laat hij Aaron hetzelfde doen. Aaron vertelt, omdat hij 11 jaar oud is, ook hij moet dezelfde richting in oprennen als Trevor net daarvoor heeft gedaan. En ook hij mag niet achterom kijken, anders zal hij schieten. Dus ook Aaron, de beste vriend van Jacob, die rent die richting in. En Jacob blijft dus alleen achter met deze man. Jacob draagt op dit punt trouwens een rode hockeyjack. Zijn naam staat hier ook achterop. De naam Weatherling met het cijfer 11. Aaron rent dus echt zo hard als hij kan de richting in van Trevor om hem in te halen. En zodra die jongens samen zijn, blijven ze nog een stukje doorrennen totdat ze zich veilig voelen. En dan kijken ze achterom om te kijken waar Jacob is gebleven. Maar er is niks meer te zien. Jacob is er niet meer. De man is vertrokken. Dit is natuurlijk echt foute boel. Wat een hel van een verhaal. Nogmaals, er waren geen mobiele telefoons. Dus die jongens moesten eerst naar huis fietsen om alarm te kunnen slaan. Dus dat doen ze zo snel mogelijk. Dan komen ze aan en dat buurmeisje van 14, die is natuurlijk op Carmen aan het passen. En ze schakelen haar hulp eerst in. Dat buurmeisje, die belt haar vader. Dat is een man genaamd Merlin Jerzak. En die buurman wordt als eerst ingelicht over deze hele situatie. Nou, die buurman komt zo snel mogelijk daar bij dat huis, hè, van de Weatherlings. Die twijfelt geen moment. Die belt ook gelijk Paddy en Jerry op dat ze zo snel mogelijk terug moeten komen. Dat Jacob dus vermist is. Zij komen zo snel mogelijk naar huis. En daarna belt hij de alarmdiensten om deze vermissing en het vreselijke tafereel te melden. Want er moet wel actie worden ondernomen. This is Merlin Jerzak calling. I'm right now next door to my neighbor, at my neighbor, the Jerry Weatherling family. That's where you're calling? And some of their boys went down to Tomfamp to pick up a movie, and on their way back, someone stopped them. We believe that they have one of the boys because one of the boys did not come back with them. Okay, were they picked up in a vehicle? Just a second, I'll ask, was there a vehicle there or was he walking? They didn't see a vehicle. This person appeared on the road when they were bicycling back home.
And they don't know where their other friend is at. They don't know where their brother and friend is at. So we're missing two people. You're just missing one. Hij vertelt wat er gebeurd is, dat een onbekende man met pistool die jongens benaderde, heeft bedreigd en Jacob heeft meegenomen. Buurman Merlin geeft op een gegeven moment de telefoon door aan Trevor, zodat hij beter kan uitleggen wat hij precies gezien heeft, hoe het gegaan is. En hij vertelt over de man, dat best wel brede, maar kleine man was. Hij droeg een zwart masker, zwarte kleding. Ja, en dat masker zou van nylon zijn geweest. Er wordt ook beweerd dat het een panty is geweest. Dat kan natuurlijk heel goed zijn. En wat hem vooral was opgevallen, was de raspige stem van die man. Hij had een hele krakerige, donkere stem. Een beetje zoals ik nu heb misschien. Nadat de alarmdiensten zijn geïnformeerd over de hele situatie, komen ze snel ter plaatse. Ze komen heel snel aan bij het huis van de Weatherlings, maar ook op de plaats waar Jacob Weatherling ontvoerd is. Er wordt al heel snel gezocht naar de 11-jarige jongen. De ouders van Jacob en Trevor die komen op een gegeven moment ook thuis. Die zijn natuurlijk ontzettend ongerust. Die zijn super bezorgd. Zijn in ieder geval blij dat Trevor thuis is. Maar Jacob nu natuurlijk wel zo'n beetje gevonden gaan worden. Want de tijd dringt. Het is natuurlijk wel ernstig. En eigenlijk had iedereen wel verwacht dat het snel opgelost zou worden. Hè? Jacob zou ongetwijfeld die avond nog wel opduiken. Little did they know. Om ongeveer 10:00 in de avond is er al een enorme zoekactie gestart. Het hele gebied wordt uitgekampt door politie, brandweer. Vrijwilligers rukken uit. Er wordt massaal naar Jacob gezocht. Nou, die fietsen van alle jongens die liggen nog in de bermen, daar waar het gebeurd is. Dus ze gaan allemaal een beetje in dat gebied op zoek. Er wordt zelfs die avond al een helikopter ingezet. Honden om naar Jacob te zoeken. De politie is nog optimistisch, want Jacob kan toch niet zo ver zijn. Ze zijn ontzettend snel uitgerukt met z'n allen. Kan niet anders dan dat Jacob nog dichtbij is. De zoekactie levert alleen niet veel op. Tot 3:00 s'nachts zoeken ze, maar geen spoor van Jacob. En dan besluiten ze in ieder geval voor die avond de zoekactie te staken. Omdat het natuurlijk donker is geworden. En aan de andere kant denk ik, had lekker de hele nacht doorgezocht. Het zijn echt cruciale momenten. Waarom? Ik zou echt niet kunnen slapen. Je zoekt lekker door tot de ochtend, je wisselt af. Dit moet toch gewoon de hele nacht doorgaan, zou je denken? Daarbij zijn ze zo gefocust op het vinden van Jacob dat ze vergeten een buurtonderzoek te doen. Ze vragen eigenlijk helemaal niet aan de bewoners of ze iets hebben gezien of wat dan ook. Ze hebben de mensen in de buurt niet meteen ondervraagd. En dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. De eerste 24 uur zit alles nog vers in het geheugen. Als je dat niet doet, dan kan het zomaar zijn dat bepaalde informatie vervaagt. Heel belangrijk om dat meteen op te pakken. Desnoods na 3:00 s'nachts. Ga dan lekker een buurtonderzoek doen. Maar dat deden ze dus niet. Ze waren er zo van overtuigd dat Jacob gewoon zou opduiken. Gemiste kans. De plek waar Jacob werd meegenomen, dat is heel dichtbij een inrit. Je moet het zo zien. Je hebt dat grindweggetje. Het is een behoorlijk lange, ook best wel brede weg. Op een gegeven moment heb je een zijwegje en dat is een hele lange inrit naar een boerderij toe. Dus dat loopt dood naar een huis. Aan het einde van die inrit, op die brede grindweg, daar is dit alles gebeurd. Daar werd Jacob ontvoerd. Aan het einde van de inrit, er staat dus een boerderij. Daar verblijft op het moment van de kidnapping een 33-jarige man, genaamd Dan Rassier. Hij woonde op dat punt bij zijn ouders op die boerderij. Die waren op dat punt op vakantie, dus hij was daar alleen. En hij is dus een muziekdocent op scholen in St. Joseph. De politie spreekt deze man wel, maar het is alleen maar omdat hij zelf de politie heeft benaderd en zelf met een verklaring komt. Het is niet dat hij dus ondervraagd is. Het zit namelijk zo, tussen 9 en 10:00 s'avonds en rond de kidnapping van Jacob had hij een kleine donkerblauwe auto gezien die zijn terrein opreed, of in ieder geval zijn richting op. Die was dus op die inrit terechtgekomen. Hij zag die donkerblauwe auto ineens omdraaien en weer keihard wegrijden. En dat deed hij best wel een beetje op een agressieve manier. Zijn hond begon ook te blaffen. Dan Rassier had een hond. Die sloeg daarop aan. En deze auto die deed dat op zo'n manier dat het Dan was bijgebleven. Hij vond het raar. Het gebeurde ook wel weer vaker dat mensen verdwaald raakten op die inrit. Omdat de inrit zo lang was dat je de boerderij niet zag. Je zag niet dat het doodliep. Dus veel mensen dachten waarschijnlijk dat het een
ja, een wegje was waar ze op door konden rijden. Dan zagen ze die boerderij en dachten ze, oeps, we moeten keren. Nou, dat gebeurde wel vaker. Maar Dan Rensier had zoiets van, nou, in ieder geval erg veel pit en haast om dit terrein te verlaten. Dus dat was hem in ieder geval bijgebleven, die donkerblauwe auto. Rond 10:30 in de avond gebeurt er weer iets vreemds. Want hij kijkt uit het raam en ziet allemaal figuren met zaklampen op zijn terrein lopen. Hij raakt een beetje in paniek, want hij woont toch een beetje afgelegen. Hij heeft zoiets van, goh, wat heeft dit nou weer te betekenen? Dus hij belt de politie om dit te melden. Die politie komt weer terug met het verhaal dat er dus een 11-jarige jongen is vermist. Dat gaat dus om Jacob. En dat er dus een zoekactie gaande is. En ja, dat heel dichtbij zijn terrein heeft plaatsgevonden. Dan Rensier besluit naar beneden te gaan en hij spreekt met de politiechef. Nou, hij heeft dan ook aangegeven dat hij die donkerblauwe auto had gezien. Dat wordt als informatie opgenomen in het dossier. Ook helpt Dan met het zoeken in schuren, hè, op zijn terrein. Hij helpt nog een beetje mee hier en daar. Ja, zodoende. Daarna gaat Dan Rensier weer naar binnen. Er gaan een aantal dagen aan voorbij en Jacob wordt maar niet gevonden. Er is geen spoor van de jongen en dan gaat de familie Weatherling natuurlijk door een hel. Natuurlijk ook Trevor, hè, zijn broertje, zijn beste vriend Aaron die dit allemaal heeft moeten meemaken. Het is verschrikkelijk. He grabbed Jacob and then he told me to run as fast as I could into the woods or else he'd shoot. Zij hebben toch het gevoel dat ze, ja, dat ze Jacob hebben achtergelaten. Ook al, ja, hadden ze natuurlijk helemaal geen keuze. Dat roept toch een bepaald soort schuldgevoel op. Denk dan ook even aan de vader van Jacob en Trevor, die ze, ja, toch heeft laten gaan naar de videotheek. Hij is natuurlijk degene die de jongens toestemming heeft gegeven om die fietstocht te maken. Hij voelt zich hier natuurlijk verschrikkelijk over. Er blijft in ieder geval in grote getale naar Jacob gezocht worden. De hele buurt, de hele gemeenschap wil heel graag helpen. En je kunt je voorstellen, zo'n plaatsje met maar 7000 inwoners, wat heel klein is, waar nooit wat gebeurt. Iedereen is onwijs in shock. Iedereen is bang dat het met zijn of haar kind gebeurt. Dus iedereen is extra op hun hoede. Bewoners waren er altijd echt van overtuigd dat dit soort dingen daar niet konden gebeuren. Bij wijze van spreken deden ze hun deur niet op slot, hè, in die tijd. Het ging allemaal op goed vertrouwen. En nu dit. Tijdens het eerste onderzoek zijn er wel voetsporen en bandensporen gevonden op de plaats waar Jacob vermist raakte. Uit later onderzoek blijkt dat een van die sporen ook echt van Jacob blijkt te zijn. Die voetsporen geven ook een duidelijk beeld van ongeveer zijn route. Hij is namelijk het stukje, het terrein opgelopen, of in ieder geval die inrit opgelopen, richting die boerderij. Dus je ziet op een gegeven moment die voetstappen stoppen bij de tweede telefoonpaal en daar stopt het. Het kan natuurlijk niet zijn dat hij uit de lucht gegrepen is en vanaf daar verdwijnt. Dus mensen denken vanaf dat punt dat vanaf daar Jacob is meegenomen met een auto. Dat hij vanaf dat punt, die tweede telefoonpaal, daar is ingestapt. Het is heel aannemelijk. Wellicht is dat ook dezelfde auto die die jongen heeft gezien, hè? Dan Rensier. Hij heeft echt een hele gekke achternaam. Ik ga hem gewoon Dan noemen. Het zou dus kunnen dat de auto is geweest die Dan tussen 9 en 10 heeft zien keren. Misschien dacht de dader wel, oh shit, ik rij een richting op waar ik helemaal niet heen moet. Dat hij die boerderij ook niet zag staan, net zoals heel veel andere mensen. En dat hij toen met een bloedgang is gaan keren. Want dat is ook wat Dan omschrijft, hè? Dat die blauwe auto daar op zo'n wilde manier keerde. Het was gewoon een beetje agressief. Dat past natuurlijk wel een beetje in het plaatje. Maar over deze Dan Rensier moeten we het ook eventjes hebben. Want sinds de verdwijning van Jacob wordt hij als hoofdverdachte in de zaak gezien. Er werd ook gedacht aan een dader, hè? Een witte man, een beetje loner. Dan, die woonde nog bij zijn ouders op een boerderij. Was 33 jaar oud, muziekdocent. Past wel een beetje binnen het profiel naar waar de politie op zoek was. Daarbij woont hij op die boerderij. Dus als hij Jacob snel had willen laten verdwijnen, dan kon hij dat natuurlijk. De ochtend na de verdwijning bezoekt de politie ook de school waar Dan werkte op dat moment, om hem daar te ondervragen. Ook kijken ze naar zijn autobanden, naar zijn achterbak, hè, van de auto. De politie doorzoekt ook de boerderij van zijn ouders. Ze leggen hem aan een leugendetectortest.
Er wordt onder hypnose gebracht om vragen te beantwoorden. En Dan, die vindt het allemaal prima. Die heeft zoiets van, goh, ik werk gewoon wel lekker mee. Want ik heb hier helemaal niks mee te maken. Dan ontkent dat hij iets met Jacob's verdwijning te maken heeft. Die onderzoeken naar Dan, het komt daar eigenlijk ook altijd op niks uit. En het lullige is, hij heeft natuurlijk die leugendetectortest gedaan, maar de politie wil hem niet eens informeren van de uitslag. Dus ze vertellen hem niet of het nou positief of negatief voor hem heeft uitgepakt. Maar die ouders van Jacob, je kunt je voorstellen, die zitten er helemaal doorheen. Moeder Patty besluit na de verdwijning van Jacob de media op te zoeken om mensen bewust te maken van de zaak en in de hoop op aanwijzingen, in de hoop om Jacob natuurlijk te vinden. Op een gegeven moment wordt de zaak van Jacob ook echt nationaal nieuws. Het wordt echt heel groots aangepakt. Iedereen weet er vanaf. Op de dag van vandaag is het inmiddels een wereldwijd bekende zaak ook. Honderden politieagenten in Minnesota die gaan te paard op zoek naar Jacob. Er blijven zoekacties komen. De FBI is ook nog ingeschakeld om Jacob te vinden. Nogmaals, heel veel vrijwilligers die blijven zich inschrijven om mee te zoeken. Er worden flyers uitgedeeld, posters opgehangen. Als jij in die buurt woonde, dan kon je er gewoon niet omheen. Heel Amerika was trouwens wel gewoon echt op de hoogte van deze zaak van Jacob Wetterling. Er wordt op een gegeven moment als gebaar van medeleven een soort menselijke ketting gevormd, hè, langs de route die Jacob fietste die bewuste avond. Dus mensen, ja, die verzamelen zich. Ze maken één grote kring rondom de plek waar Jacob verdween als een soort statement. Het was een heel mooi gebaar. Ik heb er foto's van gezien. Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen hiermee bezig waren en hoeveel mensen geraakt werden door dit hele voorval. In die periode staan Patty en Jerry elke dag verslaggevers te woord om het woord maar te verspreiden. Om de zaak maar onder de aandacht te brengen en te houden. En dat met succes, want er worden echt onwijs veel tips en aanwijzingen doorgegeven aan de politie. Met het meeste kunnen ze natuurlijk helemaal niks. Maar als nou gewoon die ene gouden tip ertussen zit, dan is het het waard om die duizenden tips na te trekken. Het is gigantisch veel werk. Het zal ongetwijfeld een mega groot team zijn geweest. Maar soms is het nou eenmaal nodig om tot een oplossing te komen. Maar er is verder nog geen aanhouding verricht. Ja, er zijn op de achtergrond vast wel dingen aan het spelen. Ze hebben natuurlijk Dan in het vizier en zullen ongetwijfeld andere personen ook al hebben nagetrokken en als verdachten op het oog hebben. Maar dan op een gegeven moment gaan er jaren aan voorbij. Jacob wordt niet gevonden. En de verdwijning, de hele zaak rondom Jacob Wetterling, verandert in een cold case. En dat is natuurlijk ontzettend verdrietig. Hoe kan het zijn dat een jongen zoals Jacob ineens als sneeuw voor de zon verdwijnt? Hij is echt in rook opgegaan, lijkt wel. Dat lijkt me dus echt vreselijk voor de achterblijvers, dat je gewoon jarenlang geen idee hebt waar Jacob is. Terwijl op het begin was iedereen nog zo positief, hè? Ze zullen hem vast snel vinden. Maar in 2003, moet je nagaan, dan zijn we echt al een flinke periode verder. Dat is inmiddels 14 jaar later om precies te zijn. Komt er nieuwe informatie naar voren. En die informatie komt van een zekere Kevin. Zijn achternaam wordt nergens genoemd. Maar ten tijde van de verdwijning van Jacob Wetterling was Kevin 21 jaar oud. En op de avond van Jacobs verdwijning zat Kevin met zijn portofoon, of in ieder geval met een radiootje, te luisteren naar politiemeldingen. Dat is iets wat zomaar kan, hè? Je kan intunen op de radio van de politie. Ze gaan dan meldingen af. Misschien zijn ze geïnteresseerd. Zijn ze ramptoeristen? Ik weet het niet. Ik vind daar toch altijd wel wat van. Als mensen dan het in de gaten houden en vervolgens naar die plek toe gaan om te kijken hoe het allemaal wordt opgepakt. Ik vind het gewoon een beetje vreemd. Maar goed, hij had een apparaatje waarmee hij dat dus kon afluisteren. Had ingetuned op de politieradio en hij hoorde van de melding van een 11-jarige jongen die vermist was geraakt. Op een gegeven moment schieten er ook allemaal politieauto's langs het huis van Kevin. Dus hij heeft zoiets van, wow, ik ga kijken. Tof. Superleuk, man. Bewijsmateriaal vernietigen. Kevin die is samen met zijn vriendinnetje van toen de auto ingestapt. Die is richting die plek gereden die ze omriepen. Hè. De politie was blijkbaar onderweg. Maar Kevin kwam daar eerder aan. In zijn auto. Hij kwam dus bij die oprit aan. Hij heeft zelfs die fietsen in de berm gezien van de jongens. En hij is ook het stukje die oprit opgereden. Van die boerderij. Dat is natuurlijk ook de richting waar Jacob's voetstappen stopte.
Hij komt hier dus mee in 2003 en de politie heeft zoiets van, nou, dit draait de zaak nog wel eens om. Want zij zijn dus die oprit opgereden, ze zijn gaan keren en ze zijn weggegaan. Dus ze denken nu dat Dan helemaal geen auto heeft gezien. Of als hij een auto heeft gezien, dan is het die auto en niet iets anders. Dus de bandensporen die zijn gevonden, zouden dan wellicht niet van een dader zijn. In dat geval zou de dader de ontvoering van Jacob wellicht te voet hebben uitgevoerd. Wandelend. Dat kan alleen als je heel dichtbij woont. En wie woont er heel dichtbij? Dan Rancière. Alle pijlen richten opnieuw op hem. Hij wordt weer ondervraagd. Zijn verdachtmaking wordt ook openbaar gedeeld, dus het komt in het nieuws terecht. Dan's gezicht, nou ja, het wordt overal getoond. En iedereen schildert hem eigenlijk direct al af als dader. De politie doet er in de tussentijd alles aan om bewijs te verzamelen richting Dan. En door de jaren heen, eigenlijk ziet iedereen Dan als de dader. Hij moet meer weten van de verdwijning van Jacob Wetterling. Dat zou toch wel moeten. Jaren later, in 2010, moet je nagaan, de verdwijning is inmiddels 21 jaar geleden op dat punt, wordt de boerderij van zijn ouders helemaal doorgespit. Dit keer wordt er niet gewoon een zoekactie gehouden, maar alles wordt omgeploegd. Dus ze gaan met graafmachines die hele boerderij door. Dit in de hoop natuurlijk om Jacob te vinden of wellicht ander bewijs. Maar dit zonder resultaat. Ze vinden helemaal niks. Er is trouwens helemaal niks wat Dan in verband kan brengen met deze verdwijning. Maar wat wel het wrange is, op de scholen waar Dan natuurlijk zijn muzieklessen geeft, ja, vinden de ouders het een eng idee dat Dan daar lessen geeft aan hun kinderen. Want stel je voor dat hij de dader is. Ja, hij werd echt wel met een schuin oog aangekeken. Zij willen dat er een extra paar ogen bij is als hij lesgeeft. Hij wordt echt gezien als de dader. Hè. Zijn leven is gewoon kapot gemaakt. En hij voelde zich echt vernederd door de aantijgingen. Jarenlang heeft iedereen gedacht dat hij de dader was. Hij is jarenlang door politie ondervraagd. Die boerderij is meerdere keren onderzocht. Iedereen in St. Joseph heeft hem als dader bestempeld. Zijn leven is zo goed als verpest. Uiteindelijk is er dus een blogschrijfster genaamd Joy Baker die zich met de zaak gaat bemoeien. En dit doet ze door te schrijven op een blog. Zij was zelf 22 jaar oud toen Jacob ontvoerd werd. En het is haar ontzettend bijgebleven. En op een gegeven moment kwam ze dus weer op die weg terecht waar Jacob ontvoerd werd. En toen is die obsessie bij haar gaan leven. Ze werd helemaal geobsedeerd door de zaak. Ze wilde alles uitpluizen. En het is ze gaan doen en al haar bevindingen deelt ze dus in een blog. Dit blog heet Where Are You Jacob? Het wordt gelanceerd in 2010. Jaren spendeert ze aan het schrijven over deze zaak. Ze speurt het internet door en nou ja, ze doet er alles aan om ook maar een steentje bij te dragen. Ze stuit in haar onderzoek op een andere zaak die verdacht veel overeenkomsten heeft met die van Jacob Wetterling. Het gaat om de zaak van een jongen genaamd Jared Sherrill. Jared werd ontvoerd 9 maanden voor Jacob Wetterling verdween. De ontvoering van Jared, dat gebeurde op 13 januari 1989... slechts 10 kilometer van de plek vandaan waar Jacob werd ontvoerd. Dus dat is natuurlijk een heel klein stukje. En Jared kwam uit een plaatsje genaamd Cold Springs. Ik wil jullie even van tevoren al zeggen, dit komt niet uit de lucht vallen. Dit is niet iets wat de blogster heeft uitgezocht. Hè? Deze zaken zijn niet door haar gelinkt. Destijds, toen Jacob verdween, werd het meteen al gelinkt met de zaak van Jared. Dus het is bekend dat die twee zaken waarschijnlijk een verband hadden met elkaar. Jared is alleen een slachtoffer die het kon navertellen. En die het incident dus meteen heeft overleefd. Ik zal even vertellen wat hij heeft meegemaakt. Het is echt ronduit verschrikkelijk. Maar op 13 januari 1989 was Jared gezellig aan het schaatsen met vrienden. Het is natuurlijk een koude periode in januari. Ze hadden ergens wat chocomel gedronken en op een gegeven moment gingen ze onderweg naar huis. Hij liep samen met zijn beste vriend en op een gegeven moment zijn hun wegen gaan scheiden. Jared vroeg nog aan zijn beste vriend van, zou je met me mee willen lopen naar huis? Maar die vriend die zei van, nou liever niet. En toen zijn hun wegen gaan scheiden, ja. Die vriend van Jared heeft er ook eeuwig spijt van dat hij niet met Jared mee naar huis is gelopen. Want dat wat Jared vervolgens meemaakt is echt ronduit verschrikkelijk. Jared loopt dus in ieder geval in zijn eentje verder naar huis, totdat er een donkerblauwe auto naast hem stopt.
Die auto benadert hem en de bestuurder, het is een onbekende man, vraagt hem de weg. Dus Jared, zo vriendelijk als hij is, geeft er antwoord op en legt deze man uit hoe hij moet rijden. Jongens, ik wil jullie één ding zeggen, nooit doen. Ik heb iets in 2016 meegemaakt dat er een man naast me is komen rijden en hij vroeg de weg en hij vroeg me telkens om dichterbij te komen. Hij stopte op een gegeven moment 3 keer naast me. Ik was aan het wandelen en het was een super simpele weg. En ik dacht, waarom stop je nou weer? Het was ook vrij laat, hè, op de avond. Het was pikdonker en ik liep daar alleen. Hij bleef maar aan me vragen, hoe moet ik nou precies rijden? Wil je even op je telefoon komen laten zien hoe het precies moet? Hij vroeg ook of ik in wilde stappen. Zou hij mijn lift naar huis brengen? Maar ik heb het gelukkig afgeslagen. Dat was trouwens geen moment dat ik me in mijn hoofd haalde dat ik dat zou doen. Maar uiteindelijk blijkt dat dit dus een serieaanrander is geweest. Die dus vrouwen de weg vroeg. Precies in het gebied waar hij mij aansprak, heeft hij dit soort delicten gepleegd. En op een gegeven moment als vrouwen dicht bij zijn auto kwamen, die dat wel deden, die greep hij op verschillende plekken. Wat natuurlijk super echt verschrikkelijk is. Er zijn hele verschrikkelijke dingen gebeurd, maar als mensen jou de weg vragen, als kind, in het donker, als vrouw of man, maakt niet uit. En je loopt er alleen, kom nooit dichtbij. Hou afstand. Liever maar even een eikel zijn. Internet is gratis, hè. Ik kan alles opzoeken. Dus jij gaat gewoon lekker doorlopen. Maar houd dit soort types op afstand. Want er is nooit een reden voor om jou de weg te vragen als jij daar alleen loopt. Met al het internet, alle mogelijkheden van tegenwoordig. Dit was foute boel. Jared heeft hem de weg gewezen. Maar op een gegeven moment kwam dit figuur dus de auto uit. Hij greep Jared vast bij zijn schouders en dwong hem zijn auto in te gaan. Die man die zei ook van, als je het niet doet, heb ik een pistool bij me en ik ben niet bang om deze te gebruiken. Dus Jared had geen keuze en stapte bij de man in de auto, op de achterbank. Hij moest zich ook laag houden gedurende de rit, want ze reden natuurlijk op een gegeven moment weg. Jared die ligt daar op de achterbank en probeert te onthouden waar ze ongeveer heen gaan, hè, waar ze de hoek omgaan, de hobbeltjes, et cetera. Maar op een gegeven moment weet hij echt niet meer waar ze zijn. En ik kan me niet voorstellen wat voor gevoel dit geeft. Dat je daar opgesloten in een auto zit met een man die waarschijnlijk de meest verschrikkelijke dingen met je wil uithalen en naar een plek rijdt waar niemand komt. Ze rijden ongeveer een kwartier lang en die 15 minuten moet echt als een eeuwigheid hebben aangevoeld. En dan stopt de man de auto op een verlaten zandweggetje. De onbekende man, die richt zich naar de achterbank. Die gaat erbij zitten en doet verschrikkelijke dingen met Jared. Het is echt, Ik ben trouwens helemaal vergeten de leeftijd van Jared te benoemen, maar hij was bijna dezelfde leeftijd als Jacob. Hij was 12 jaar oud en dat had hij even moeten doorstaan. Hij kan er nog steeds niet over praten. Je kunt je gewoon niet voorstellen dat dit soort mensen bestaan en dat dit soort dingen op de wereld gebeuren. Maar het is gebeurd. Jared werd op de achterbank misbruikt. Daarna zegt de man tegen Jared dat hij hard moet wegrennen, niet achterom moet kijken, anders zou hij worden neergeschoten. Die zin komt ons bekend voor. De dader geeft hem nog mee dat als hij hier werk van zou maken of als ze hem op het spoor zouden komen, dat hij Jared zou vermoorden. Dus Jared was doodsbang. Hij is die auto uitgerend, heeft niet achterom gekeken en is naar huis gegaan. En zodoende heeft Jared het overleefd. En dit komt natuurlijk naadloos overeen met wat er met Jacob is gebeurd. En hoe hij is ontvoerd. Het enige verschil is dat Jared het dus heeft kunnen navertellen. Hij leeft nog. Hij doet uiteindelijk wel aangifte bij de politie en vertelt zijn ouders wat er is gebeurd. En de politie besteedt er direct enorm veel aandacht aan. Ze zijn erop gebrand de dader te vinden. Er is een heel onderzoek geweest. Volgens Jared zou het een gedrongen man zijn. En wat hem vooral opviel was een raspige lage stem. Ook dat komt ons natuurlijk bekend voor. Dan even terug naar het moment dat die blogster begint te schrijven. Joy Baker. Joy Baker is trouwens zelf inmiddels moeder. Zij is inmiddels in de 40. Zij is natuurlijk haar eigen onderzoek gestart met een blog over Jacob. En zij neemt contact op met Jared in de hoop dat ze samen iets met de zaak kunnen doen. Jared was nog steeds op zoek naar gerechtigheid, want de dader van zijn ontvoering en misbruik was nog steeds niet gepakt. Zij heeft nooit
kunnen afsluiten wat er met hem is gebeurd. Het is een enorm trauma geweest natuurlijk, maar hij wil heel graag met Joy samenwerken. Hij is op dat punt een man van in de 30 en zij vormen echt een team samen. Ze gaan alles door en dan vinden ze een krant uit 1987. En ze vinden allerlei artikelen uit 1987 over een aantal onopgeloste zedenmisdrijven op minderjarigen. Op jonge jongens, om precies te zijn. En het ging altijd om een gewapende, gemaskerde man. Al die zaken die leken stuk voor stuk op elkaar, maar ook op de zaak van Jared en Jacob. Er kwamen heel veel dingen overeen. Zoveel dat ze dachten dat die zaken te linken waren aan elkaar. Het waren trouwens allemaal zedendelicten die waren gepleegd in het plaatsje Painesville. Painesville is ongeveer 30, 40 minuutjes rijden vanaf de plek waar Jacob werd ontvoerd. Dus ergens zou je kunnen begrijpen dat het niet gelinkt is destijds. Aan de andere kant is het ook weer totaal niet te begrijpen. Want dit zijn allemaal zaken die zo naadloos overeenkomen met wat er met Jacob en Jared is gebeurd. Deze delicten werden allemaal gepleegd tussen 1986 en 1987. Dus nog een periode voordat Jared werd aangevallen en Jacob werd ontvoerd. En het gaat in totaal om 5 tienerjongens uit Painesville. Nou, Joy en Jared hebben dit dus ontdekt. En ze zijn ervan overtuigd dat al deze zedendelicten en ontvoeringen met elkaar te maken hebben. Alle bevindingen deelt ze op haar blog. En daardoor werd er weer volop aandacht aan de zaak besteed. En zo kwamen er ook weer een hoop tips binnen. Joy en Jared zijn ook benieuwd of deze jongens zouden willen praten over wat hen is overkomen. Ze zijn nu natuurlijk een stuk ouder. Misschien zijn ze er klaar voor om er weer iets mee te doen. Volgens mij hebben ze een aantal van hen ook gesproken. De bevindingen delen ze uiteindelijk ook met de politie. En daarbij delen ze ook nog wat andere bevindingen. Vanaf hier komt er eigenlijk weer beweging in de zaak. Het balletje is gaan rollen. Het is dan inmiddels 2014. Op een gegeven moment verschijnt er ook geen blogbericht meer. De politie heeft het overgenomen en ik kan me ook wel voorstellen dat als zo'n blog viral gaat, is het handiger als de politie het vanaf hier ook oppakt en er niet meer over geschreven wordt totdat er meer bekend is. Dus de politie neemt het helemaal over. Zij verhoren ook die slachtoffers uit Painesville, dus die worden opnieuw gehoord om te kijken of er een verband gelegd kan worden. Misschien hebben zij meer gezien van de dader, of is er meer bewijs naar boven te halen. En voor hetzelfde geld wordt daarmee ook de dader gevonden van Jared en Jacob. Joy Baker heeft er toch wel voor gezorgd als amateurblogger dat er een balletje is gaan rollen en dat een zaak die al 25 jaar stil ligt, dat weer van de plank wordt gehaald. Het is nogal wat. In de tijd dat Jacob verdween, was er nog niet zoiets als een bepaald soort techniek zoals DNA. Het stond nog een beetje in de startblokken, het was zich aan het ontwikkelen, maar ze konden daar nog helemaal niks mee. Maar anno 2014-2015 is dat natuurlijk een ander verhaal. Autoriteiten onderzoeken na alle nieuwe aanwijzingen opnieuw DNA in de zaak van Jared. Jared Shell, die de aanval dus heeft overleefd. Dit gebeurt in 2015. De kleding die Jared droeg tijdens de aanval, dat was allemaal bewaard gebleven. Dus dat konden ze nog onderzoeken op DNA. En daar vinden ze wat. Op die kleding wordt een DNA-spoor gevonden. Dit DNA wordt uiteindelijk gematcht. Het is een godswonder. 26 jaar later komt de dader uiteindelijk eens bovendrijven. Het gaat om een man genaamd Danny Heinrich. En het is geen onbekende. Het is echt te bizar voor woorden, maar deze man is eerder voorgekomen als verdachte in de zaak van Jared, maar ook van Jacob. Hij is zelfs hoofdverdachte geweest, maar wegens gebrek aan bewijs hebben ze er uiteindelijk geen werk van kunnen maken. Maar dat hij een serieuze verdachte is geweest, met name in de zaak van Jared, dat is wel duidelijk. En daar ga ik jullie nu het een en ander over vertellen. Danny Heinrich, die woonde in Painesville, dus een half uurtje à 40 minuten van de plek af waar Jacob werd ontvoerd. Nou, dat is ook opvallend, hè? Daar waar al die incidenten, al die zedendelicten zijn gepleegd, daar woonde hij dus ook echt. Hij was destijds een man van midden 20. Hoe hij precies in de zaak van Jared in beeld kwam, dat weet ik niet. Misschien zijn er tips gekomen. Misschien was hij al een zedendelinquent. Ik kon daar niets concreets over vinden. Maar in ieder geval komen ze op hem, zijn ze hem gaan onderzoeken. Ze hebben hem zelfs in een line-up gezet met nog 5 andere mannen. Jared heeft nog naar hem gekeken. Alleen hij pikte Danny Heinrich er niet uit. Hij werd dus niet door Jared als dader herkend.
Op een gegeven moment zijn ze Danny Heinrich zijn auto gaan onderzoeken. Ze kwamen erachter dat hij 2 maanden na de aanval op Jared zijn auto had weggedaan. Het gaat om een donkerblauwe Mercury Topaz. En de politie komt specifiek deze auto op het spoor. Ze doorzoeken die auto. Ze laten ook Jared die auto zien. En Jared weet ja, voor 90-80% zeker dat dat de auto moet zijn geweest waar hij in ontvoerd werd. Dus ze hebben ook echt heel dicht bij het vuur gezeten. In die tijd al hadden ze de auto onderzocht, de kleding van Jared. En in de kleding van Jared werden dus vezels gevonden, afkomstig uit die Mercury Topaz, die donkerblauwe auto. Die vezels waren afkomstig van het tapijt of de bekleding van de auto. Destijds is meteen zijn huis doorzocht. Er werden ook heel wat dingen in beslag genomen al. En er is zelfs een arrest geweest voor het misbruik en ontvoeren van Jared. Maar toen Danny Heinrich werd gearresteerd, bleef hij maar ontkennen. En ik denk wegens gebrek aan echt sluitend bewijs moesten ze hem wel laten gaan. Dus hij werd ook echt al als verdachte gezien. Maar op een of andere manier was het niet serieus genoeg om hem echt in de gaten te blijven houden of zo. Ik vind het zo vreemd. Aan het begin van het onderzoek, hè, in de zaak van Jacob Wetterling, was Danny Heinrich ook al ja, een persoon waar ze in geïnteresseerd waren. Dus ze hebben zijn banden onderzocht. Volgens mij was er ook wel een match. Maar nogmaals, het is allemaal te indirect. Want er zijn wel meer mensen die zo'n soort auto rijden. Hij gebruikte trouwens 2 soorten blauwe auto's. Dus die Mercury Topaz, die was donkerblauw. Daar heeft hij Jared mee ontvoerd. Maar Jacob, in de tijd dat hij werd ontvoerd, had hij ook een blauwe auto, maar dat was volgens mij een Volvo. Dus het was weer een ander soort auto. Maar in beide gevallen waren ze toevallig blauw. Maar het is raar dat ze daar niet op door hebben gerechercheerd. Toen de technieken zich ontwikkelden, zijn ze niet even verder gaan kijken. Daar moesten Joy en Jared echt zelf mee komen. Ze hebben in 1990 ook een haarsample van hem afgenomen. Die haren zijn dus gematcht met dat DNA-spoor van de kleding van Jared in 2015 dus pas. Ze zagen hem dus wel als verdachte op een bepaald punt, maar het was niet serieus genoeg. Het was zo indirect en zo'n losse vlodder blijkbaar. Ik weet het niet, maar het is te bizar voor woorden dat ze er pas op deze manier moet achterkomen door middel van een blogschrijfster en Jared zelf. Ze hadden dit echt makkelijk moeten kunnen oplossen zonder hun hulp. Het is de taak van de politie, toch? Na deze DNA-match is er alleen wel een probleem, want de zaak van Jared is inmiddels verjaard. Daar kan Danny Heinrich niet voor worden opgepakt. Bizar, hè, dat gebeurt, verjaren. Als er gewoon bewezen kan worden dat jij dat hebt gedaan, onomstotelijk, dan moet je daar toch gewoon vast voor komen te zitten. Dan word je eigenlijk ervoor beloond dat je zo lang uit handen van de politie bent gebleven of zo. Ik snap dat niet. Blijkbaar bij bepaalde zaken, bepaalde delicten, is er een verjaringstermijn. Dat geldt volgens mij niet voor moord, maar wel voor blijkbaar misbruik. Ik vind het een raar fenomeen. Het zou moeten worden afgeschaft. In juli 2015 lukt het de politie wel om een huiszoekingsbevel te krijgen. Ze doorzoeken Danny Heinrichs woning. En in zijn huis vinden ze echt de meest verschrikkelijke dingen. Met name onwijs veel kinderporno. Je moet eventjes mijn lippen weer lezen, want dit wordt gemute. Maar het is niet zomaar, het zijn superveel mappen vol met plaatjes. Daarbij vinden ze ook videobanden. En dat zijn tapes die Danny zelf heeft opgenomen van kinderen uit de buurt. Hij heeft ingezoomd op bepaalde delen. Gewoon jongens met in principe kleding aan, maar ja. Het zijn jongens die langsrijden op fietsen, die pakketjes bezorgen of even vooroverbukken. Het is gewoon raar. Danny kan hier in ieder geval wel voor worden gearresteerd. Dus op basis daarvan wordt hij vastgezet. In oktober 2015 is hij dan uiteindelijk ook de hoofdverdachte in de zaak van Jacob. Want dat hij de dader is van Jared, dat is nu wel bewezen. Maar daar kan hij niet voor worden vervolgd in verband met die verjaring. Net na Jacobs verdwijning is Danny al ondervraagd. Hij heeft toen ontkend iets te maken te hebben gehad met die verdwijning. En dat is dus zo gek, hè, dat ze eigenlijk zo dichtbij zijn geweest. Dan hebben ze Dan nog heel lang verdacht. Hij blijkt het dus helemaal niet te zijn. Het gaat echt om Danny Heinrich. Ze zaten zo warm. Ze hebben hem eigenlijk gewoon door de vingers laten glippen. Maar ik kan me voorstellen, in de jaren 90, begin jaren 90, konden ze ook nog niet zoveel.
Maar ze hadden hem natuurlijk wel even op een lijstje moeten zetten voor het geval dat die DNA-technieken ontwikkeld waren. Maar goed, ze hebben op een gegeven moment genoeg bewijs verzameld om Danny Heinrich veroordeeld te krijgen. Er wordt echt een zaak opgebouwd tegen hem. De politie is er ook echt van overtuigd dat Danny het is geweest. Maar Danny maakt een soort deal. Hij gaat akkoord met een pleidooi-overeenkomst. Daar ga ik straks meer over vertellen. Het komt er in ieder geval op neer dat Danny Heinrich bekent. Hij bekent achter de verdwijning te zitten van Jacob Wetterling. En niet alleen dat, hij geeft ook toe dat hij Jacob heeft vermoord. Die pleidooi-overeenkomst die is als volgt. En dit is misschien wel het meest frustrerende detail in deze zaak. In deze overeenkomst staat dat als Danny Heinrich de moord toegeeft en alles hierover deelt, hè, van A tot Z wat er gebeurd is, de plek aanwijst waar hij Jacob heeft achtergelaten, dat hij helemaal niet zal worden gestraft voor moord en ontvoering, dus dat hij vrijuit gaat. Ik denk dat de politie geen keuze had, of dat de familie gewoon heel graag wilde weten wat er was gebeurd, dat het ze niet meer uitmaakte. Ik denk dat die onzekerheid zo slopend is dat je maar één ding wil weten, en dat is wat er met je kind is gebeurd en waar je kind is gebleven. Voor hun was het denk ik gewoon het allerbelangrijkste dat dat boven water kwam. En misschien had de politie daarbij niet zo'n sterke zaak en moesten ze een afweging maken. En dan gaan ze natuurlijk een strijd aan. Dan blijft Danny ontkennen. Misschien wordt hij dan wel vrijgesproken. Komen die ouders nooit van zijn levenslang niet te weten wat er met Jacob gebeurd is. Dus ergens kan ik het ook wel begrijpen. Ik weet niet exact wat voor bewijs ze hadden. Maar misschien was het gewoon net niet stevig genoeg om hem veroordeeld te krijgen. En dan kom je tot zoiets. En in Danny's geval, hij wist natuurlijk ook niet zeker of hij schuldig zou worden bevonden of niet. Dus hij is akkoord gegaan, heeft de moord toegegeven, heeft alles tot in detail verteld en heeft de politie ook gewezen naar de plek waar Jacob heeft achtergelaten. Ik ga het jullie vertellen. Nogmaals, het zal niet tot in elk detail lukken, maar ik ga proberen het een beetje te beschrijven. Maar hou je vast, het is echt verschrikkelijk wat Jacob is overkomen. Jacob vertelt dat hij de nacht van de ontvoering, op die 22 oktober 1989, rondreed in zijn auto. En op een gegeven moment zag hij die drie jongens fietsen en hij zei afgeslagen op die oprit. En zij gaan wachten tot de drie jongens terugkwamen fietsen. En toen sloeg hij toe. We weten natuurlijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft die drie jongens staande gehouden. Heeft ze onder schot gehouden en bedreigd. Twee van de drie jongens zijn natuurlijk weggekomen. Aaron en Trevor, die renden weg. Hij greep Jacob en heeft toen direct handboeien bij hem omgedaan. Hij zet Jacob vervolgens bij hem in de auto op de bijrijdersstoel. Hij moet zichzelf ook laag houden en rijdt met hem richting Painesville, naar zijn eigen woonplaats dus. Ze komen daar terecht in een afgelegen gebied. Onderweg huilt Jacob en vraagt hem wat hij verkeerd heeft gedaan. What did I do wrong? Echt zo hartverscheurend als je dat weet. Maar het is heel wrang, hè, dat zo'n 11-jarig jongetje vraagt aan die man, wat heb ik verkeerd gedaan? Het is echt hartverscheurend. Ze komen dan aan in een afgelegen gebied in de buurt van Painesville. Daar dwingt Danny Jacob uit te stappen. Hij moet zijn kleding uitdoen. En wat daar verder gebeurt, dat is meer dan verschrikkelijk. Je mag het zelf invullen, maar het komt erop neer dat Jacob wordt misbruikt. Daarna geeft Jacob aan dat hij het erg koud heeft. Hij huilt. Hij voelt zich natuurlijk verschrikkelijk over wat hem zojuist is overkomen. Hij wil graag naar huis worden gebracht. Dat geeft hij ook aan. Danny zegt dat Jacob zijn kleding aan moet trekken en dat hij hem niet helemaal naar huis kan brengen. We weten ook dat Jared bijvoorbeeld heeft overleefd. Hij moest wegrennen en mocht niet achterom kijken. We weten niet exact of hij hetzelfde van plan was met Jacob. Maar wat Danny zelf verklaart, is dat er op een gegeven moment een patrouillewagen zijn richting in rijdt. Dat hij dat van een afstandje ziet en dus in paniek raakt. Hè? Danny staat daar met Jacob. Jacob trekt daar ondertussen zijn kleding aan en hij heeft zoiets van, ik word nu gepakt, ik moet iets doen, want straks rent die jongen weg. Gaat hij schreeuwen, wat dan ook, ik weet niet wat hij heeft gedacht. Het is te walgelijk voor woorden. Hij pakt daarom zijn pistool en tegen Jacob zegt hij dat hij zich moet omdraaien. En dan probeert hij Jacob door zijn hoofd te schieten, maar pistool weigert. Moet je nagaan, hè, dat je daar staat. En je weet dat iemand heeft geschoten, de trekker heeft overgehaald. Je hoort dat pistool blokkeert. Je weet wat er komen gaat.
Maar de klap komt niet en dan sta je daar. Dat moet toch echt verschrikkelijk zijn. Het is onwerkelijk om je dat te bedenken. Bij de tweede keer schieten werkt het pistool wel en Jacob valt neer en is in één klap dood. Daar laat Danny Heinrich Jacob een paar uur lang liggen. Dan komt hij uiteindelijk terug om hem te begraven. Maar met een schep lukt het niet. De grond was te taai, hij kwam er niet doorheen. En dan ziet hij op een gegeven moment een graafmachine staan bij een bouwbedrijf met een sleuteltje erin. En hij heeft gewoon die graafmachine gepakt, heeft een kuil gegraven daarmee en heeft Jared daarin begraven. Een jaar later keert Danny Heinrich terug naar die plek. Ik weet niet waarom precies, hè, dat doen daders wel vaker. En dan ziet hij dat een deel van het stoffelijk overschot in het zicht liggen. En zo ook de rode jas die Jacob droeg. Dus misschien door de weersomstandigheden dat het naar boven is gekomen, of dat de grond, nou ja, dat weg is gegaan. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar ongetwijfeld zal het een ondiep graf zijn geweest. Ja, daar schrikt Danny Heinrich natuurlijk ontzettend van. Dus die besluit Jacob Wetterling opnieuw te begraven op een andere plek. Ook bizar, hè, die felrode jas, dat niemand dat gezien heeft. In ieder geval, Danny pakt zoveel mogelijk van die overblijfselen op, stopt het in een zak en daar begraaft hij het lichaam in een ander weiland, een stuk verderop. Dit is het weiland waar hij de politie naartoe leidt. En daar wordt inderdaad alles wat nog over is van Jacob teruggevonden. Zo ook die rode jas. Ik heb daar foto's van gezien. Het is heel naar om te zien hoe kapot die jas is. Hè? Dat het al 27 jaar lang daar heeft gelegen. En dan vind ik het ook echt hartverscheurend dat zijn naam op de achterkant staat. Wetterling. Dat je gewoon weet, dit is Jacob geweest. En op die bewuste avond in 1989 droeg hij dat jasje. Hiermee bevestigt hij ook gelijk zijn schuld. Hè? Dan is die pleidooi-overeenkomst ook opgemaakt op basis daarvan. De voorwaarde was natuurlijk ook dat Jacob teruggevonden zou worden. Hiermee bevestigt hij alles. Zijn lichaam wordt gevonden op 31 augustus 2016. Het is ook pas 6-7 jaar geleden dat het is gebeurd. Het is echt ondenkbaar, hè? Dat het eigenlijk nog maar zo kort geleden is. Terwijl de ontvoering is al zo lang terug. Maar 27 jaar later werd Jacob Wetterling dus teruggevonden. Zo'n lange tijd heeft dit geduurd. Dit hele verhaal, hoe hij Jacob heeft vermoord, heeft hij ook in de rechtszaal moeten vertellen tegenover de familie. Nou, wat is dat ook erg als je dat als familie moet aanhoren, wat er met je zoon is gebeurd, op wat voor manier. Even over Danny Heinrich. In de tijd van Jacobs ontvoering was hij nog maar 26 jaar oud. Hè? Dus een vrij jonge kerel nog. En als hij wordt opgepakt in 2015-16, hij was toen 59, dus echt wel een man op leeftijd. Er is maar weinig over hem te vinden. Hij woonde in ieder geval in Paintsville. Het lichaam van Jacob lag ook heel best wel dicht begraven in de buurt van zijn huis. Ja, in de buurt van Paintsville werd natuurlijk helemaal niet gezocht naar Jacob in die tijd. Danny Heinrich, die was wel al in beeld, hè. Ze zaten daar heel warm mee. Maar ze hebben in Paintsville nooit naar hem gezocht. Eén ding is zeker, dit is een man die het had voorzien op jonge jongens. En heeft het echt op de meest verschrikkelijke manieren tot uiting gebracht. Nog even over die pleidooi-overeenkomst. Hij gaat dus vrij uit omdat hij de moord heeft bekend. En omdat hij de politie heeft geleid naar het liggen van Jacob. Dat zegt niet dat hij niet moet zitten. Ik denk dat dit ook meespeelt, hè, dat toch de omgeving hier content mee was. Want Danny Heinrich wordt wel veroordeeld voor alles wat er bij hem thuis wordt gevonden. Al die al die videobanden die zijn gemaakt, daar krijgt hij toch maar liefst 20 jaar voor. Dus wat dat betreft, hè, hebben die ouders in ieder geval hun antwoorden. Maar het is wel heel wrang dat hij voor die moord geen straf krijgt. Ik denk die 27 jaar onzekerheid dat het ook maakt dat je daar dan vrede mee hebt. Dat hij in ieder geval 20 jaar moet zitten is fijn. En dat je nu uiteindelijk alle antwoorden hebt, daarmee nu wel kan afronden. Dat is natuurlijk heel veel waard. Hij gaat dus niet vrij uit, maar moet dus wel zitten voor iets anders. Het voelt natuurlijk heel tegenstrijdig, maar ergens snap ik deze beslissing ook. Ja, tot zover het trieste verhaal van Jacob Wetterling. Het is echt, ik blijf het bizar vinden dat zaken 27 jaar onopgelost blijven. In die tijd had je natuurlijk nog niet zulke technieken als nu. En zo zie je maar dat nu er zoveel kan. Als deze zaak in deze tijd had afgespeeld, was Danny Heinrich denk ik binnen een paar dagen opgepakt geweest.
Het is zo'n gek idee dat hij als eerste verdachte in het vizier kwam. Maar wegens gebrek aan bewijs dat ze er niks mee konden. Ik blijf het gewoon een gek verhaal vinden allemaal. Ik ben natuurlijk ook onwijs benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat het vooral achter hier onder in de comments. Als je nog ideeën hebt over zaken die ik moet bespreken, laat het mij dan vooral weten. Want suggesties zijn altijd welkom. Ook de wat onbekendere zaken, daar wil ik me wat op focussen de komende tijd. Dus kom daar vooral mee. Ik wil natuurlijk Burga bedanken voor de samenwerking in deze video. Alle informatie over de samenwerking met Burga, hoe je kunt profiteren van de actie, vind je onder in de beschrijving. Word natuurlijk ook lid van Podimo om mijn podcast Moordkast te beluisteren, ga ervoor naar polymo.nl/moordkast. Alle nieuwe leden profiteren altijd van een beginnende actie. En dat kan alleen via deze link. Dus zorg ervoor dat je via deze link aanmeldt en beluister onze afleveringen. En aankomende zondag ben ik natuurlijk weer live op mijn tweede kanaal Onderstream. Ga ervoor naar youtube.com/onderstream. Zondagavond ga ik dus een spelletje doen, terwijl ik met jullie chat. Het wordt super gezellig, dus zorg ervoor dat je intuned. En anders zien jullie mij volgende week vrijdag weer om 4 uur met een nieuwe misdaad en mysterie. Tot dan en ontzettend bedankt voor het kijken.